je, moet je dat allemaal meenemen? Ja. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Saskia en ik ben fulltime blogger op mijn blog twinkelbella.nl. Mocht je hier voor het eerst zijn, zou ik het heel leuk vinden als je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is gratis en zo blijf je op de hoogte van al mijn video's die ik plaats. Op woensdag plaats ik extra video's met allemaal verschillende onderwerpen. En op zaterdag neem ik jullie mee in mijn leven als moeder van 2 jonge kinderen in een weekvlog. En vandaag ga ik jullie laten zien wat er in mijn toilettassen voor de vakantie zit. Ik heb 2 toilettassen klaarstaan die ik even met jullie samen ga uitpakken. En waarvan ik ga laten zien wat er allemaal in zit. Ik krijg altijd heel veel vragen over welke producten ik gebruik. En ja, ik vond het gewoon leuk om even te laten zien. Ik heb overigens niet mijn gezichtsverzorging er nog in zitten. Wat ik er nu in heb zitten is gewoon echt ja, wat ik eigenlijk al klaar heb staan. Dat ik straks alleen nog maar mijn tassen in hoef te pakken. En dat daar eigenlijk alles al in zit wat ik nodig heb op vakantie. Ik kan wel alvast even vertellen welke producten ik meeneem op vakantie. En welke ik nu ook gewoon gebruik voor mijn gezicht. Dat is eigenlijk van Clinique. Dat is de ID. Ik zal hem even pakken. Zo. En deze 2 producten, even kijken, ze staan nu op mijn wastafel, vandaar dat ik ze nog niet in mijn toilettas heb zitten. Maar dit is Clinique ID. En dat is zeg maar een jelly en dat is gewoon verzorgend. En dat oranje wat erin zit, dat is, je hebt dus verschillende soorten. En ik heb, dat is een goeie. In ieder geval iets om een boost te geven aan je gezicht. Dat is een serum. En door het pompje komt het er dus allebei uit. En doe ik dat 's avonds en 's ochtends op mijn gezicht. En wat ik 's avonds ook nog gebruik is van Dermasens. En ja, dat is Duits. Nou ja, dat is ook een serum. En daar doet mijn huid het heel goed op. Dus die vind ik super fijn. Ik heb het nog niet gezegd, maar doe vast een duimpje omhoog. En dan ga ik met jullie de toilettas uitpakken. Ik heb 2 toilettassen. Deze heb ik al een keer laten zien. Die kocht ik online via Airmails. Via de punten. En deze is van Guess. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb dus, omdat ik dus als blogger en vlogger heel veel spullen opgestuurd krijg. Kijk ik tegenwoordig naar van, nou weet je, wat kan ik meenemen op vakantie en wat is fijn? Wat heb ik daar ook nodig? Ik neem altijd veel te veel mee. Mijn man zegt altijd, jeetje, moet je dat allemaal meenemen? Ja, ik heb liever te veel mee dan te weinig. Maar ik ga gewoon lekker laten zien wat ik allemaal heb. Nou, elastiekjes, altijd handig, omdat ik mijn haar vaak vast heb. En een droog shampoo, daar ben ik ook, ja, die moet gewoon mee op vakantie. Een tandenborstel. Die kreeg ik bij de Goodiebox. Ik dacht super handig. Dat is handig om in je toilettas te doen. En ik vind het ook handig dat er zo'n ding omheen zit. Want ik vind het altijd zo smerig als zo'n tandenborstel los in een toilettas zit. Nou, en van Dermasens kreeg ik deze hele leuke travel set. Er zit een tonic in en een mousse. En die mousse heb ik ook in een grote verpakking. En die gebruik ik super graag. Altijd voor onder de douche. Dus ik vind het heel fijn dat ik ze nou ook in het kleine heb. Zo zien ze eruit. Ze zijn echt wel aanraders. Nou, van Rituals is dit een olie. Dat vind ik altijd wel handig voor een dag na het strand of iets. Om dat gewoon lekker bij je te hebben. Het is natuurlijk ideaal dat het gewoon zo'n lekker kleine verpakking is. Extra lenzen. Super belangrijk als je op vakantie gaat. Die wil je echt niet vergeten. En zeker, wij gaan naar Zwitserland en Italië. Pas over een paar weken hoor. Maar ja goed, dan wil je ze bij je hebben. Want daar kan je niet zomaar 1, 2, 3 nieuwe lenzen kopen. Dit is nog een cleansing foam. Ook van Rituals. En dan nog een kwast. Ja, ik weet nog niet uiteindelijk of ik die echt mee ga nemen. Maar ik dacht, oh dat is handig. Want hij is helemaal nieuw. Even kijken hoor. Het is wel echt een hele lekkere, zachte, fluffy kwast. Waar gebruik je dat voor? Nou, bijvoorbeeld voor blush of ja, als je concealer wil fixen onder je ogen, zoiets misschien. Nou, nog een moisturizer. Ik heb er dus meer gezichtsproducten mee. Maar dat vind ik wel gewoon heel fijn. Vooral op vakantie, omdat je huid, nou ja, mijn huid soms nogal verschillend op het klimaat kan reageren. Vind ik het gewoon fijn om extra mee te hebben. En ook vooral om genoeg mee te hebben. Dit zijn natuurlijk vrij kleine verpakking, dus ik gok ook dat die vrij snel leeg zou zijn.
En dan nog twee, de shampoo is ook altijd handig om kleine flesjes mee te hebben. En dit is een eye makeup remover. Zo, dat is één vakje. En nu het tweede vakje. Daar zit in, ja, dit zijn van die verfrissingstissues. Ik heb normaal altijd Lactacid, maar ja, deze waren echt wel de helft goedkoper. En ik dacht, joh, volgens mij maakt het echt geen bal uit. Dus ik neem deze mooi mee. En make-up remover doekjes. En deze met mineralen van de Dode Zee. Nou, dat klinkt helemaal geweldig. Dus ik ben heel benieuwd. En dan heb ik nog een klein toilettasje. En hier zit voornamelijk make-up en de dingetjes in. Als eerste zit deze erin. Die is niet voor mij, maar mijn kinderen die kunnen heel slecht slapen als het licht is. Dus ik dacht, ik neem hem gewoon mee voor de kinderen. Ik heb hem ooit een keer gekregen. En ik dacht, die moet ik bewaren voor de vakanties. Als ik bijvoorbeeld in de auto of nou ja, dat we ergens slapen waar niet genoeg licht is. Dan kan ik ze deze geven. Dus het is zo'n slaapmaskertje, zeg maar. Nou, ook even een nagellakje voor de zekerheid. Is ook onmisbaar op vakantie. Ik neem echt alles mee hoor. Ik wil niet voor verrassingen komen te staan op vakantie, want dat vind ik zo irritant. Dit is een foundation, maar zelf gebruik ik hem niet als foundation, maar ik gebruik hem onder mijn ogen. Hello Happy van Benefit. En dan doe ik gewoon een paar druppeltjes op mijn vinger. Dat doe ik zo en dan masseer ik het zo onder mijn ogen om mijn wallen weg te werken. Nou, mascara van Friday. Friday kennen jullie waarschijnlijk wel, daar heb ik mee samengewerkt. En ik ben er super enthousiast over, dus ik koop het nu tegenwoordig ook zelf. Je kan trouwens bij Friday zelf je borsteltje samenstellen. En het type mascara dat je wilt. Dat is echt ideaal. Ik ben heel enthousiast hierover. Een kleine deo. Ik ben niet weg van deze deo. Dus misschien dat ik er ook nog een andere meeneem. En dit is ook gewoon een kleintje makkelijk voor op reis. Nou, een lipstift. Deze is van L'Oreal. Maar ik ben gek op... Ik vind het fijn om altijd gewoon even iets op mijn lippen te dragen. Zeker op vakantie. En dan heb ik nog een heel leuk paletje gekocht. Ook speciaal voor vakantie heb ik deze gekocht. En daar zit een bronzer in. Dit is van Benefit ook. Dat is echt mijn favoriete merk. Een bronzer, een blush en een highlighter. En ik vind het dus super handig dat het bij elkaar in het paletje zit. Dan kan ik dus met die kwast, zeg maar, die ik net liet zien, hier dan de bronzer aanbrengen en dan hier de blush. En highlighter gebruik ik bijna nooit, maar die zit hierin, dus die zou ik dan hier kunnen aanbrengen. Super leuk en het is niet iets wat ik dagelijks gebruik, maar wat ik wel heel erg leuk vind voor als we 's avonds uit eten gaan of hè, als we een keer foto's gaan maken. Ja, dan vind ik het wel leuk om echt wat meer op te maken. En deze is ook van Benefit. Dit is voor mijn wenkbrauwen. Die kleur ik hier, ja, hij is bijna op. Ik moet even een nieuwe kopen. Maar dan kleur ik dan mijn wenkbrauwen een beetje mee bij. Dit is de kleur 3.5 en ik ben hier heel tevreden over. Dan nog een primer, make-up primer. Nou, dat gebruik ik dus echt bijna nooit. Maar ik kreeg van Benefit zo'n proefje bij mij aankopen. Dus ik dacht, nou weet je, dat is handig voor op vakantie. En dan wat echt onmisbaar is wat mij betreft. Een pincet, dit is de Tweezerman. Met leuke flamingootjes. Ik vind het dus gewoon niet zo irritant dan als ik op vakantie ben en mijn wenkbrauwen zijn niet oké. En ik zie overal haartjes en zo. Dan moet ik dat er gewoon uit plukken. Dus deze gaat echt standaard mee. En tot slot, ook van Benefit. Ja, dit kreeg ik ook een keertje gewoon bij mijn aankoop. Dit is gewoon een heel klein formaatje. Dit is eigenlijk van dat fixatiepoeder wat je dan over je foundation heen kan doen. Maar wat ik hier dus veel mee doe is, als ik mijn mascara opdoe, kan het nog eens gaan stempelen hier. Dus dan doe ik gewoon een beetje zo dippen. En dat doe ik dan hier, zodat het droog wordt. En ja, dat het dan minder snel gaat stempelen. Dus dat is ook super handig. Zeker op vakantie als het heel erg warm is. Zo, en dit waren mijn spulletjes. Ik word er helemaal gelukkig van als ik dat allemaal zo lekker bij elkaar heb. En dat ik straks gewoon als ik op vakantie ga niet meer veel hoef te doen en in te pakken om alles mee te nemen. Verder zit ik te denken, er moet nog een borstel bij natuurlijk. En lenzenvloeistof moet er nog bij. Maar de rest, en tandpasta. Maar de rest denk ik dat ik het gewoon redelijk compleet heb. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om zo eens bij mij in de toilettassen te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet om je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Doe een duimpje omhoog.
En hier kan je klikken voor mijn YouTube kanaal. En hier zou ik nog wat leuke video's plaatsen. Heel graag tot de volgende video. Doeg!